is een flinke doos, hè? Ja, zeker. Maar ik moet ook heel veel water bij me hebben. Zo water, brood. Oh, ik heb trouwens nog een macaroni meegekregen. Ik ben nu 10 jaar chauffeur. Ja, dat is toch wel 15 kilo aangekomen. Het leven in een truck. Door lange dagen achter het stuur krijgen chauffeurs weinig beweging. Gezond Transport probeert ze daarom te helpen. Nou, enerzijds adviseren we ze hoe ze meer kunnen bewegen onderweg. Wat ze kunnen doen, meer fietsen, lopen. Anderzijds praten we met wegrestaurants. Hoe kun je dat aantrekkelijker maken om gezond eten neer te zetten? U maakt het ze wel moeilijk. Ja, dan maakt het wel moeilijk, want het is echt de bedoeling dat ze zoveel mogelijk eten hier. Het is natuurlijk ook wel verleidelijk om dit soort dingen te bestellen. Maar veel truckers denken er toch ook wel over na, hoor, wat ze eten. Hou je gebakken aardappelen, friet of gekookte aardappelen? Doe maar gekookte aardappelen. Allemaal gezonde dingen, hè? Nou, wat fruit en wat groenten en niet veel van die, al die vette dingen zoals hamburgers of gehaktbal of zo. Daar hou ik ook niet zo van, om eerlijk te wezen. Dus, Schorteltjes, sla. Doe maar sla. We hebben heel veel maaltijdsalades op staan en vegetarische schotels. En dat verkopen we ook. Naast gezond eten noemen truckers sportcentra langs de weg als oplossing. Maar voorlopig zijn ze nog op zichzelf aangewezen. Nou, je kunt rondjes rond je truck rennen. Je kunt ook een fiets achter in je vrachtauto zetten en een stukje rijden daarmee. Ik kan er een heleboel achterin leggen. Maar doe je dat? Nee. Dat is niet realistisch binnen de tijdschema's die ik heb. Dus dan maar een goed gevulde koelbox. Maar ik moet wel, als ik eerlijk ben, wel zeggen, ik heb net wel even een hamburger gehaald. Maar dat is een uitzondering, want anders dan groei je uit je kleding.